Welkom bij het Haagse V-journaal van dinsdag 28 februari. Vandaag in het nieuws. HTM-medewerkers worden in het zonnetje gezet. De kosten van een gehandicapte parkeerplaats zijn te hoog in Den Haag. Maar eerst een avond vol lol in het Laaktheater. Een avond lang lachen om de beste grappen. Tijdens Comedy Lounge in het Laaktheater komen verschillende comedians in een avondvullend programma een optreden geven. En wat het inhoudt is semi-professionals en gevorderde comedians. Die krijgen de gelegenheid om nieuw materiaal uit te testen binnen een redelijk goed georganiseerd concept. En zo'n testavond is voor comedians heel belangrijk. Vaak als comedians willen testen is het zo van, of tijdens een open podium, zo van, nou goed, ga het maar testen. Ik probeer het anders. Ik probeer om ervoor te zorgen dat de sfeer gewaarborgd blijft. Ik ben de MC ook die avond en ik heb zelf ook wat ervaring als comedian. Dus ik weet precies wat jij belangrijk zou vinden qua licht, qua timing, et cetera. Hoe je aangekondigd wil worden. Het moet niet te langdradig zijn en dat bedoel ik met een redelijk goed concept. Bij Comedy Lounge komen 4 comedians een optreden geven. En dat zijn niet de minste. De etniciteit is weer enorm breed. Ik heb Sergio Bunce, oftewel bekend als Sergio Banzi van Moeilijk, Moeilijk, Moeilijk. Ik heb Bura Gedic, winnaar internationaal Comedy Festival 2015, juryprijs. Ik heb Duncan MacDonald, organisator van iComedy. En ik heb tot slot Moel Kamsi, onze energiekanon. De optredens zijn meer dan wat grappen op het podium. Al gaat het er vooral om dat mensen het naar hun zin hebben en moeten lachen. Er is niks dankbaarders in het leven dan iemand laten lachen. Ik bedoel, de mensen kiezen er bewust voor om op de avond, ze hebben hard gewerkt, ze hebben de hele week naar gewerkt als het in het weekend is, om die 2 uurtjes met iemand van wie ze houden met jou door te brengen en te lachen. Er is niks dankbaarders dan dat. Wil jij ook naar Comedy Lounge? Dat kan. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Het is op zaterdag, aanstaande 4 maart. Het begint om 8:30, de deuren gaan open om 8:00. En de laatste kaarten zijn nu verkrijgbaar via www.laaktheater.nl. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Kaarten zijn €9, dus dat is eigenlijk 1,5 Bami kip. Als jij komt, kunnen we ook weer Bami kip halen. Yes. Een automobilist is vandaag op het Rijswijkseplein de macht over het stuur verloren, waarbij er 3 slachtoffers zijn gevallen. Het gaat om 2 voetgangers, van wie 1 zwaar gewond is geraakt. De weg was geruime tijd afgesloten en het tramverkeer werd omgeleid. Een traumahelikopter is ingezet om tenminste 1 gewonde op te halen. De gewonden zijn de bestuurder van de auto en 2 voetgangers die bij het zebrapad stonden. Hoe het nu met ze gaat is onbekend. Om HTM-medewerkers eens extra in het zonnetje te zetten, wil de PVV Den Haag de HTM'er van het jaarverkiezing houden. In de gemeenteraad is er al meerderheid voor het plan. En ook de HTM zelf ziet het plan wel zitten. Want de medewerkers van de HTM krijgen nogal wat te verduren tijdens het werk. Zij maken heel veel mee. Het is druk op de weg. Veel reizigers. Soms vertragingen, waardoor je reizigers ook weer moet opvangen. Ik vind het echt een blijk van waardering. Volgens de PVV heeft de HTM hiermee wel een bedankje verdiend. HTM is Haagse trots, Haags bedrijf, bestaat langer dan 150 jaar. Meer dan 2000 medewerkers zijn er dagelijks mee bezig om het vervoer in de regio Haaglanden goed te verzorgen. Nou, die verdienen een pluim en ik denk dat dit initiatief daaraan kan bijdragen. Maar wie bepaalt wie de titel verdient? Jijzelf. Reizigers kunnen hun favoriete HTM personeelslid nomineren via een speciale site. Vervolgens wordt er een selectie gemaakt, ook in overleg natuurlijk met iedereen of ze het wel leuk vinden om, zeg maar plat gezegd, met hun kop op de site te komen. En vervolgens kan het publiek uit een aantal kandidaten daadwerkelijk de HTM'er van het jaar gaan kiezen. Stemmen kan dus nog niet, maar de domeinnaam is wel alvast gereserveerd. Van de 8 relschoppers die zijn opgepakt na de rellen tussen Feyenoord en ADO op 19 februari, blijven er 2 langer vastzitten. De 2 moeten samen met een andere verdachte op 7 maart voorkomen bij de politierechter. 5 andere supporters zijn op vrije voeten, maar blijven wel verdachten. Wanneer die groep moet voorkomen is nog niet bekend. Los Pacaminos met Paul Young, Toots and the Maytals en Doel zijn de komende editie te zien op Parkpop. Dat heeft de organisatie dinsdag op Den Haag FM bekendgemaakt. Traditiegetrouw vindt het gratis festival plaats op de laatste zondag van juni. Voor het eerst begint het Parkpop weekend op vrijdag. Op 23 juni zal de eerste editie van Parkpop Downtown plaatsvinden in de Haagse binnenstad. Op zaterdag 24 juni is Night at the Park. Direct geeft op 3 november een show in de Amsterdamse Avos Live, voorheen bekend als de Heineken Music Hall. De show staat in het teken van het nieuwe album Rolling with the Punches, dat later dit jaar moet uitkomen. De kaartverkoop voor het concert is al begonnen. Fans die kaarten kopen, krijgen de nieuwe muziek van Direct als eerste te horen. De Haagse gemeenteraad eist opheldering over de kosten van een gehandicapte parkeerplaats in de stad. In vergelijking tot andere gemeenten zijn die heel hoog.
Ja, bizar natuurlijk, want dat zijn toch mensen die vaak heel erg afhankelijk zijn van hun auto. Het is hetzelfde product, dus het is wel heel vreemd dat je daar dan meer voor moet betalen. Den Haag staat met ruim €550 per parkeerplaats op de vierde plek van dure steden. In Rotterdam bijvoorbeeld kost die €300 minder. Maar dat het hier duur is, is nog niet het enige. Want soms komen er nog onverwachte kosten bij, ontdekte Edith Bal, die namens haar 82-jarige moeder spreekt. De lijnen die dus vervaagd waren, moesten opnieuw hersteld worden. En wij hadden zoiets van, we pakken een pot verf en probleem opgelost. Maar dat mocht dus niet van de gemeente Den Haag. En toen moesten dus voor een paar streepjes moesten €145 betalen. Bal spreekt tijdens een vergadering in het stadhuis de wethouder hierop aan. De wethouder heeft op dat moment aan ons beloofd dat het terug zou gestort worden. Het moet nu nog komen, we zijn bijna een jaar verder. Ja, bizar dat dat nog niet is geregeld. Je zou toch willen dat deze mensen snel dat geld terug hebben waar ze recht op hebben. En dat we niet als gemeente moeilijk gaan zitten doen over het doorberekenen van verfkosten aan gebruikers van een gehandicapte parkeerplek. Afgezien van de problemen met kosten van de lijnen wil D66, PVV en de VVD in de gemeenteraad opheldering over de kosten van een parkeervergunning. Volgens de VVD moeten die drastisch omlaag. We betalen hier in Den Haag heel weinig voor een parkeervergunning. En dat vind ik dat voor iedereen zo zou moeten zijn. Dus een gehandicapte plaats zou eigenlijk net zoveel moeten gaan kosten als een gewone parkeervergunning op straat. Als je een parkeervergunning hebt, dan heb je een parkeervergunning. En dan het weer. Morgen is het half tot zwaar bewolkt en buien wisselen elkaar af. De maximumtemperatuur komt uit rond de 8 graden. Donderdag zijn er opklaringen, maar volgt er ook nog een bui. De middagtemperatuur ligt dan rond de 9 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. In Avonturia de Vogelkelder worden voor het eerst de Haagse Goudshoek kampioenschappen georganiseerd. En geniet tijdens je pauze van een half uur durend lunchconcert in de Kloosterkerk vanaf 13:15. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer, om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.